met een toverdrank. Ook bij mij straks, als ik samenwerking nog ga krijgen. Het ging niet helemaal goed. Voor haar is het wel goed, hè? Moet wel iets goed gaan in je leven. Een hele goede morgen, lieve mensen. En welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag, dus dat betekent dat ik net Noah op het kinderdagverblijf heb afgezet. En dat ik nu de eerste deel van de boodschappen ga doen. Dan ga ik kickboksen met Laura. Dan ga ik de rest van de boodschappen doen. En dan zien jullie boodschappen. En dan moet ik Lia alweer halen. Het is altijd een hele drukke dag op donderdag. En Denise had ergens tussendoor ook nog even mijn hulp nodig. En anders dan ga ik vanavond daar even helpen. En ik heb vanmiddag een portfoliogesprek van Lia op school. Dus dat vind ik ook wel spannend. Soms zie ik op mijn schermpje dat ik denk van, ik weet niet hoe dit beeld is. En dan edit valt het allemaal wel mee. Maar goed, ik ga nu snel de Albert Heijn in om daar de eerste boodschapjes te halen. En dan heb ik die vast gehaald. Dan hoef ik straks, als het goed is, alleen nog maar naar de FOMAR. Dus dan parkeer ik denk straks ook bij de FOMAR. En dan loop ik alvast naar de gym toe. Dan heb ik daar nog een paar stapjes binnengehaald. Oké, let's go. Kennen jullie die? Ik ga kijken of ik hem erin kan editen. Oké, let's go. Oh ja, oké. Ja. Ik moet echt wel even iets van een goede zilvershampoo hebben. Dus mocht je dat hebben, let me know. Volkoren brood. Biefstuk. Hij moet een beetje zo. Jonge haartjes. Voor een zilverpakking kip. En zo van die klein verpakkingen groentes. Dat komt ook omdat als ik 400 gram spinazie, dan gooi ik er bijna nooit helemaal in. Dit is waarschijnlijk iets te weinig, maar ja, dan kan ik altijd nog een paprika erbij. En deze ga ik dus aanvullen met deze. Ik zag dat ze dit nu hadden bij de Albert Heijn. Volgens mij is het nieuw, want ik ken het nog niet. Het is wel als je ze, ja, het is per pannenkoek 94. Dus dat zou 400 calorieën zijn, dus dat hele bakje opvreet. En 20 gram eiwit, maar als je dan gewoon, hoe noem je dat, gewoon eibak of gewoon zelf, dan kan je veel lager uitkomen. Maar ik dacht, weet je, als je dan op zo'n zondag een beetje een cheat-achtig iets hebt, dan heb je in ieder geval iets. Als je er dan gewoon twee eet met gewoon een goed belegje erbij, dan is het helemaal Gucci. Ik heb mijn nieuwe... Ik ben nu helemaal verzot hierop. Ik vind dit zo erg lekker. Het is ook nog eens lactosevrij. Mocht je intolerant zijn of whatever. Ik vind ze allebei echt heel erg lekker. En ik had hem ook in aardbei citroen. Die is ook weer veel hoger in calorieën. Geen idee waarom dat is. Maar goed, dan nam ik er even een paar van mee. Ik vind het gewoon lekker om na het avondeten nog iets te hebben. Dit is dan niet heel belachelijk volgens mij als dit. Maar bijna zo oud erbij. 16. Nee. Alsnog rond de 17 eiwitjes. Dus dat is hartstikke prima. Ik had nog wel gewas met kaas liggen. Maar het scheelt zo ontzettend veel om die 30 plus te doen. Dus ik neem toch ook even 30 plus mee voor mezelf. Teriyaki saus. Nieuw stuk gember. Dit is ook een nieuw ding van mij. Van die dikke udon noodles. En dit zijn al, dit is al kant en klaar. Dan kan je natuurlijk per persoon één zo'n hele verpakking. Ik en Tim delen dat. En dan gewoon dus ga ik het deze keer dus doen met biefstuk, teriyaki saus en dus groentes. Dat is echt gewoon genoeg. En dan ben je maar 80 calorieën kwijt voor je koolhydraten. Tipje van Flipje. Goed opletten, want ik wou ze van Albert Heijn pakken. Die zijn net wat dunner, maar dat was echt veel hoger in calorieën. Deze zijn laag. Echt van die dikke, voorgekookt. Is ook nog eens makkelijk gepleurd er gewoon bij. Heb je een gezonde maaltijd, maar ook nog eens heel erg makkelijk. Kidneybonen in een doosje. Ik weet niet, nu ook als 1 plus 1 gratis. Kidneybonen is altijd handig om in huis te hebben als je wrapjes of zo wil maken. Hetzelfde is met dit. Het staat niet op het menu, maar als het in de aanbieding is, dan koop ik het gewoon. Dan heb ik het staan. Wraps. En ja, wij vinden bijvoorbeeld die Chinese tomatensoep echt heel erg lekker. Maar Noah vreet dit. Dus ja. Helaas voor ons. Maar deze zijn ook heel laag in
calorietjes. Dus dat is ook wel weer een voordeeltje. Nou, ik dacht dat deze heel zwaar was, maar het valt wel mee. Kiezenbroodjes. Ik weet nog steeds niet of het keizerbroodjes is. Of keizerbroodjes. Keizerbroodjes klinkt luxer. Maar ik wou niet weten waarom Kees. Ja, nou geen idee. Voor die crackers van Waza, deze zijn vezelrijk. Ik had ze eerst altijd de lichtgewicht crackers. Maar het scheelt niet heel veel in calorieën. En hier zitten meer eiwitten in en meer vezels. Dus krentenbolletjes. Ze heeft altijd van die fase, dan eet ze het opeens niet meer. En dan opeens eet ze het weer. En dan heb ik het dus niet. Dit vinden misschien heel veel mensen heel erg lekker. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar mijn moeder vindt het heel erg lekker. En het is heel duur. En nu is het in de aanbieding, dus ik dacht, neem een pakje voor ze mee, want ze komen nooit bij de FOMO. De chocoladezwijfels, een kop sladio. Ik weet niet, ik heb er een beetje de agressief mee gedaan. Sorry. De rucola. Deze zijn van de FOMO, ik vind die van de Lidl zo lekker. Ik ga nog even langs de Lidl om ze daar te halen, maar nu heb ik ze in ieder geval. Zo'n knoflookpanket, omdat dit zo laag in calorieën is, kunnen we het dus dan veroorloven om er zo eentje bij te doen in plaats van een kiezenbroodje. Is erg lekker. Twee soort kipsnitzels, ga ik salade mee maken. Ik weet niet waarom ik het weekminuutjes door wil vertellen. Appelsap en twee van die x-yoghurtbakken. Nieuwe babyolie. Ja, die chocoladeijsjes vinden ze heerlijk. Er zitten er 12 in voor 1,80 euro. Dus dat kost echt geen drol. En deze waren ook in de aanbieding. Nieuwe kaas. En onder het nom van nieuw vlees aan de kinderen geven. Boterhamworst. Ik vond dit vroeger dus erg mijn favoriet op brood. En ik vind het nog steeds heel erg lekker op wit brood. En dan in plaats van boter mayo. En dan dit erop. Daar heb ik nu zin in. Maar helaas. En persenkipje mee. Kattenbroeken. En nog het kipje van Flipje thuis afvallen. 15 plus smeerkaas. Dit stinkt van het kickboksen. De oude en vertrouwde broccoli. Dat is zo vaak in de bonus. Ja, wij vinden het allebei gewoon lekker. Ik nam dit weer een keer mee. Want ik wil echt dat Noah iets normaler gaat eten. Want er gaat eigenlijk op een dag heel veel suiker in. En dat stoort mij een beetje. Dus ik ga dus nu ook proberen... echt zo'n lunchmomentje met erin te lassen, zodat daar rust gaat worden, zodat ze een broodje 's middags gaat eten. Want anders was het alleen maar koek en die chocorijzen waren zo leuk, maar ze allemaal suiker. En ze eten wel zo slecht. Ik hoop dat dit ook weer gaat werken. Maar ja, Lia is hier wel door op. Dit was weer een aanbieding, dus daar doen we ook natuurlijk weer mee. De aardbeien zagen er weer fantastisch goed uit. Ik moet ook meer uit gaan eten. Kruiswafels schieten bij mij ook een keer een beetje in. Ik nam even nieuwe van die aardappelschilmesjes. Dat is vaak van die euro dingetjes daar zo. Ik wou karamel zeezout. Ik was het bij de Albert Heijn vergeten te pakken. En bij de FOMA bij ons hebben ze hem niet. Dus ze hebben wel van Linte pure chocola, maar niet met die zeezout. En mijn ongesteldheid zit eraan, dus ik wil iets van chocola in huis hebben. Toen dacht ik, oh dan kijk ik naar pure paaseitjes met zeezout. Maar die, bij de FOMA hebben ze nooit heel veel... Bij ons is het assortiment dan niet zo heel erg breed. En nieuwe magere melk. Dit was ook 2 plus 2 gratis. Dus ik heb rode kool en doperwten. En rode kool en doperwten. En natuurlijk dan een lang lekker brood. Bananen. Dus ook echt, Lia eet zo goed fruit. En ik heb laatst een schema gezien. Ik denk niet dat ik het nog kan vinden. Volgens mij had ik het wel gedeeld in mijn stories op Instagram. Maar... Dat gingen ze groentes en fruit vergelijken qua vitamines, mineralen, dat soort dingen die erin zitten. Dat alles wat in groentes zit, zit ook eventueel in fruit. Dus als je kind alle soorten fruit eet, dan krijgt ze eigenlijk ook al die vitamines binnen. Dus dat kan wat rust geven als ze slecht groentes eten. Noah eet beide niet. Ik ben echt een boomer. Ach. En dan heb ik nog een kwamkwammer. En twee van die bakken. Ik ga ze niet allebei even uitdelen. Maar... eieren. Weekmenu. Ik ben deze keer weer iets trotser op het weekmenu. Maar ik vind soms een beetje...
lastig qua variaties. Ik had heel erg zin in kipshawarma. Ik dacht lekker een salade met kipshawarma. Maar dan alsnog wel de knoflooksaus. Dus ik vind knoflooksaus zo lekker. Ik vind op zich tzatziki ook heel erg lekker, maar knoflooksaus is zo lekker. En vooral die grote flessen dus van de FOMAR. Die waren vroeger van de Deen echt de beste knoflooksaus. En volgens mij bij ons heeft de Albert Heijn die saus en de FOMAR hebben die saus ook overgenomen. Dus die vind ik echt heel erg lekker. En dan is tzatziki veel magerder, maar als ik dan al een salade van maak, dan gun ik me wel dat het heel verhaal over kipswarmen. Goed, maar dat was nergens in aanbieding. Tot ik bij de Albert Heijn, toen zag ik het wel in de aanbieding. Maar dan heb ik mijn week nu al klaar en dan kan mijn brein niet zo snel switchen. Ik dacht, nou, dat komt vast wel weer een keer in aanbieding en dan doe ik weer lekker kipswarmen eten. Goed, ik ga inruimen met een serietje en want de Bachelor is weer begonnen. Wat een leuk uitdeelcadeau. Oh. Oh, oh, oh. Goed, het is ondertussen 5:10. Ik ben even begonnen met editen, want ik wist dat het heel veel beeld ging zijn. Ik wist niet dat het zoveel beeld ging zijn. Het is heel veel beeld. Ik heb in mijn shoplog volgens mij verteld dat ik helemaal trots was dat ik toch de goede kleur foundation poeder, of tenminste poeder had gekocht. Maar hij is echt een tint veel te licht. Maar goed, ik ben nu ook een stuk lichter, maar... Je moet die andere kleur ook kopen, want anders is het straks zomer. En dan ga je poederen en dan heb je opeens een heel wit gezicht. Dat is ook een beetje zonde. Oh. Ah, het gesprek van Lia ging goed. Ze doet het goed. Lia is natuurlijk een decemberkindje en ook nog eens eind december. Dus die is eigenlijk pas in januari gestart op school. Dus het is even afwachten hoe ze meekomt deze laatste maanden. Drie, vier maanden. Want anders dan gaat ze even een jaartje langer kleuteren. Ze wil zelf heel graag naar groep 3. Maar ik als moeder vind het toch wel fijn als ze misschien net even wat langer kleutert. Ik zit ook gewoon te pitchen met jullie te praten. Maar ze wil graag groot zijn en naar groep 3. Maar ik denk dat dat beter is voor haar. Maar ja, tenzij ze opeens deze laatste maanden enorme sprongen. Maar vooral... Dit ook hierin, oké? Is goed, schat. Maar vooral qua taal loopt ze gewoon een beetje achter. Vooral met hakken en letters naschrijven. Dan is nog echt wel iets te winnen. En vooral haar zelfverzekerheid. En dan niet zozeer in verlegen, et cetera. Want dat is ze dan totaal niet. Maar wel met als ze iets van een opdracht krijgt wat ze nog nooit heeft gedaan. Dan roept ze eigenlijk al meteen dat ze het niet kan. En dat moeten we dus echt gaan motiveren dat ze het dan wel zelf doet. Maar dat vind ik wel lastig, want ja, ze gaat dan snel huilen. En ik wil haar dan gewoon graag helpen, maar daar help ik er dus niet mee. Je snapt wat ik bedoel. Je helpt me nog. Waarmee? Koken? Ja. Oké, dus wat we gaan maken is... Ik ga... Tortellini. Dit is pasta met ricotta. Ik ga even bij de camera even. Ja, je wilt ook graag een beeld, hè? Dit is met pochetta en onion. Spinazie. Mm. Mm. En dat is het. We zien ook nog bij Tim wat pijnboompitjes in. Ja, doe jij maar even wegen. En dan gaan we even aan de bak en de kook. Er is niet zoveel te bakken. Even een simpel receptje. Even kijken. Wat hebben we nodig? Ja, maar wat hebben we nodig als we gaan koken? Wat is het belangrijkste in ieder geval met koken? Pan! Pannen! Okay. Ja, trouwens, je probeert de pan aangeraakt. En wat gebeurde er toen? Dat deed? Pijn. Ja, dus dat doen we niet nog een keer, hè? Ik ben een heel grote meid. Ja, je bent ook een hele grote meid. Nou, pak maar meer. Je kan het ook boven de pan doen, hè? Dan valt het er meteen kapotijn in. Durf je dat niet meer? Nee. Okay. Dan ga ik gewoon zo doen. Helemaal goed, schat. Heel goed bezig. En het kleine doe ik ook. Ja, het moest ook weer niet zo klein, hè, schatje? En je maakt een soort peterselie van. Maar, trots op jou. Ik wil een beetje meer doen? Jazeker, alles moet erin. Tadaa, nou, weer pasta, maar goed, hè? Het is niet eindig. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb een beetje spierpijn. Ik heb weer nieuwe elektrolyten
besteld. Die. Ik heb er alleen twee soorten besteld. Dus ik heb weer deze, want deze weet ik zeker dat ik die lekker vind. Die lemon lime squeeze. En strawberry kiwi heb ik volgens mij genomen. Ik zal ze even uitpakken. Soms hoor ik dat ik ga mompelen. Soms hoor ik het niet. En dan hoor ik het dus pas in de edit. Oh, goed. Het lost echt mega makkelijk op, dus het kan ook gewoon in een normale beker. En dan pleur ik collageen er doorheen. Ik ga wel een keer op onderzoek uit welke collageen de beste collageenpoeder is. Maar deze had ik nog staan. En om het eerst te proberen is altijd handig. Hup, doen we ook een schepje van. En net dat overdrankje. En dan doe ik hem gewoon tot en op. Dan drink ik dus ook nog eens 6. Het blijft vet lang roken. 600 milliliter water in zo'n beker. En dan drink ik 2 van die flessen, dus dan heb ik al 1200 milliliter. Dus dan heb ik al bijna 1,5 liter water op. Dat is voor mij een dingetje. Ik zag ook mensen bij een soort elektrolyte, want ik zat uit te zoeken of er een ander merk goedkoper was. Of, maar ja, ik durfde het niet echt aan, want ik dacht, deze vind ik echt lekker. Maar ja, ik heb de neutrale smaak gekozen, maar het is erg zoutig. Sommige mensen denken echt niet na wat ze bestellen. Oh nee, ik heb helemaal niet die... Leg mijn lippen even weer in de water. Nou. Het is flavored... Ja, Blue Raspberry Ice. Puur omdat deze echt in de beoordelingen heel vaak werd genoemd als lekker. Dus ik denk, nou, ik probeer wat hier van een keer. En dus gewoon die andere weer, want er zitten 30 porties in. Dus je doet er maar een halve maat mee. Omdat ik het dus nu 2 per dag drink. Dus daarom wil ik even kijken of er grotere potten, kilo potten te verkrijgen zijn. Rebecca heeft volgens mij van ESN. Dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik even aan Rebecca vragen wat zij heeft. Maar Happy Woman's Day. Oep. En volgens mij staat er ook op dat het niet met zo heel veel water hoeft. Maar dat doe ik dus wel, want anders dan is het dus best wel zout. Ik moet me er nu toe gaan aanzetten om te gaan sporten. Ik heb vandaag geen zin. Heb ik altijd een beetje op vrijdag, omdat ik dan de dag ervoor met Laura heb gesport. En die mat me altijd helemaal af. Daar betaal ik er ook voor. Maar dan heb ik de dag daarna gewoon eventjes niet meer zoveel zin. Ik heb normaal moeite om die camera zo vast te houden. Het is nu nog meer moeite, want ik heb gisteren push-ups moeten doen. En deze meid heeft kipperarmpjes. Okay, ik was even bij Rebecca op bezoek. Met mijn haar in olie. En ik dacht... Ik moest even naar de Action nog om kwast te halen. En ik weet voor jou, haal je dan voor ons chocolade-eieren? Ik zeg, nou, als je goed naar je moeder luistert. Dus ik stond net nog bij het raam van, goed luisteren naar je moeder, anders krijg ik niet. Dus dat ga ik even snel halen. En ik werd dus ongesteld. En ik wist wel dat het een deze dagen aan zat te komen. Maar ik had toch nog een dag of twee verwacht. Maar goed, een normaal mens neemt er voor de zekerheid alvast wat mee. En dan ben je natuurlijk bij Rebecca. En Rebecca die is natuurlijk helemaal team van dat menstruatieondergoed. Hij blijft staan. En ik dacht, shit. Dan heeft ze natuurlijk niks liggen. Ze zei nog, ja, ik heb waarschijnlijk nog wel wat liggen. Voor inderdaad mensen die ongesteld worden, die dan niks bij zich hebben. Nou, ze kon dus niks vinden. En ik denk ook... En ik dacht, oh shit, ik heb echt een lichte spijkerbroek aan. Ze zei, wacht, ik heb nog één zo'n broekje liggen in de maat L. Daar kom ik niet in. Dus dan kan je die, want ik heb hem nooit aangehad. Dus ik heb nu zo'n menstruatieondergoed, maar ik vind het heel moeilijk om het te vertrouwen. Dus ik ben straks goede reclame voor Rebecca voor de samenwerking daarin. Want ik koop het dus steeds ook niet. Dus ik probeer altijd Rebecca te supporten in haar samenwerkingen door dus dingen ook aan te schaffen als ze iets promoot. Maar ja, elke keer klik ik erop en dan vind ik het toch te duur. En dan denk ik, ja, moet ik dat allemaal uitspoelen en doen. Dus nou ja, ik ga mijn ervaringen delen. Alleen ik moet dus nu heel erg vertrouwen hebben in een onderbroek. En dat voelt heel natuurlijk, ik zeg je eerlijk. Want het voelt echt van, ik heb alleen een onderbroek aan. En soms voel je dus een beetje wat lopen. Maar het is niet als ik nu denk van, oh, het is helemaal nat. Dat vind ik al bijzonder. Maar ik vind het wel heel moeilijk om het te vertrouwen. Dus
keep you posted. Zegt ze ook net, ja, ik weet niet hoeveel druppels het zijn. Ik... Thanks, girl, thanks. Het voelt echt heel gek dat je gewoon een onderbroek aan hebt en dat het tegen gaat houden. We will see. Het is een beetje gekkig. Maar misschien ben ik straks helemaal om. En dan kan ik ze aanschaffen. Maar dan moet ze eerst weer samenwerken. Want ik koop het dan wel echt alleen met haar kortingscode. Support your creators. Ook bij mij straks. Als ik samenwerking dan ga krijgen. Dan denk je. Waar is Lia? Ik weet niet of ik er zin in heb, maar ik denk dat ik even een stukje filmpje erin edit wat ik gefilmd had. Want ze is altijd zo ontzettend blij om me te zien. Ze vindt de baby zo wel leuk, maar ze wil liever natuurlijk gewoon bij mama zijn. Dus ze zijn nu buiten aan het spelen. Ik denk, ik kan heel mooi stiekem aankomen lopen met mijn mobiel en filmen hoe blij ze dan altijd reageert. En ze draait dus om. Ja, ze gaan hier vanavond pannenkoeken eten. Ik wil hier pannenkoeken eten. Ik wil hier pannenkoek eten. Ja, dat snap ik, ja. Ik wil niet naar huis. Nee, nu wil je weer zien. Ik zeg, ja, maar jij wilt hier nooit eten, dus ik kom jou op tijd ophalen. Ik zeg, ik weet niet wanneer ze pannenkoeken gaan eten. En hij kwam dus aanloop. Ja, het is de Nationale Pannenkoekendag. Ik zeg, nou, dat loopt ook lekker synchroon met Vrouwendag. Ja, als ze echt wil, ze mag mee eten, hoor. Ik zeg, oké, je wilt dus echt mee eten, want dan gaat mama nu weer naar huis. Mama kan hier niet anderhalf uur blijven wachten. Ja, ga maar naar huis, ik wil je pannenkoek eten. Oké, kom ik je om 5:30 weer halen. Nou, doei. Dat is een goed teken. Het is wel een beetje gek. Dus nou ja, ik ben weer thuis en Tim haalt er straks dan. Ik kreeg nog wel een knuffel. Ik kon er nog vanaf. Denk je ze er een plezier te doen met ze eerder op te halen? Het ging niet helemaal goed. Ik hoop dat het brandalarm niet afgaat. Er is echt niks aangebrand, maar die pan begon te roken, jongen. Oh my god. Ik weet niet of jullie het zien op beeld. Oh, jawel. Kijk, je ziet daar de strepen van de... Oh my god. Kijk maar kijken. Gaat goed. Nobody's dying. Het is goed gekomen. Dit is de proteïnepannenkoekjes bereid. En ik heb er Griekse yoghurt overheen gedaan. Met een beetje Notorio van die flavor drops. Aardbeien en poedersuiker. Ik ben benieuwd of het te nas is. Het ziet er wel lekker uit, maar dat zegt niks. Nou, hou even picknicken. Leg maar even in de wagen, schat. Dan kan je het even bij je houden. Nou. We zouden met baby Nina en Denise gaan. Maar we hadden een beetje miscommunicatie. Mijn batterij is leeg, dat was ik vergeten. Nou, sorry. Het is nog steeds schoon, hoor. Ja, is het nog steeds schoon. Heerlijk weer zo. Het was echt heel leuk bij het speelschip. Lia heeft heel leuks gespeeld. Ze is weer vriendinnetjes. Die wou ze weer mee naar huis nemen, maar dat gaat natuurlijk niet. Maar goed, we lopen nu terug naar Nina en Denise. Dan gaan we daar nog even spelen en koffie drinken. Ik praat heel snel met mijn batterij. Wij gaan lekker kaas fondueën. Sorry van het abrupte einde net, maar ik was dus al halverwege mijn zin om te zeggen dat mijn batterij leeg was. Dus hij was ook echt leeg. Lekker broodjes. We hebben niet al te gek gedaan met extra dingetjes. Dus we gaan zo lekker... Cheesy, love it. Waar is Noah nou? Ik zie alleen Peppa Pig. Ja. Gevonden. Waar is Noah nou? Wat? Noah? Hey, Peppa Pig beweegt wel een klein beetje. Goedemorgen. Hiermee. Stel maar. Je moet wel goed kijken waar je filmt. Ik had een goede nacht geslapen. En Noah niet, denk ik. Maar ik had goed geslapen. En
Hoe jou, mama? Ik heb ook heel goed geslapen, lieverd. Dank je wel. Goed. Ik vind het gewoon leuk te filmen. Altijd jullie ook, hè? Als je altijd goed op tanden poetst, dan krijg je geen kaartjes. Ja, ja, dat klopt. Dat is waar. En klaar met filmen. Heel goed. Oké, we gaan eventjes afsluiten nu, want anders dan... Oh, kijk, mijn dingen zitten weer in de krul. Ja. Ja, vertel. Ik had een goede geslapen, goed gespeeld alleen. Zeg maar abonneren. Zeg maar abonneren. Zeg maar abonneren. Abonneren. En liken. Like en de... Ik heb dus van een nieuw merkje proteïn. Merkje. Merk. Het heet Bulk. Ik kende het niet. Het kwam puur door mijn cookies in mijn... vizier. En er stond bij dat het door de mens helft goed beoordeeld was. Dus het zou wel goed wezen. Dit is de smaak pistachio ice cream. Die is voor Tim. Tim houdt van pistachio. Sorry. En ik ben heel benieuwd hoe deze is. Maar goed, dat zijn weer even twee nieuwe zakken. Voor de rest... Volgens mij ziet het er weer goed uit. Het begint echt een beetje lenteweer te worden. Maar ik zag dus herinneringen dat ik vorig jaar met mijn ouders naar Landal was. En toen hadden we nog sneeuw gehad. En dat hoeft dus voor mij niet. Laat dit maar doorzetten. Sorry lieve mensen, ik zit er even niet zo lekker in. Ik heb de laatste tijd moeite met de zondag, merken jullie dat ook? Ik zit even niet zo lekker in het vel. Dus even voor meerdere dingen gaande. Mijn oma ligt ook in het ziekenhuis. Volgens mij is het met een galblaas of zo. Galblaasontsteking. Galblaasontsteking volgens mij. Dus die is vanochtend opgenomen. Het is gewoon vervelend, want ze is al oud en ja, je weet het allemaal niet. Goed, voor de rest zit ik gewoon lekker in mijn vel. Mijn haar zit wel goed. Hè? Moet maar iets goed gaan in je leven. En dan praat ik jullie later nog een keer over bij. Dus als ik moeilijk kijk, dan komt het ook gehuild heb. Dus mijn lenzen die... Moet ik zo even uitdoen, want ik zie bijna niet meer. Die gaan dan vervelend lopen doen. Had ik al verteld over die shake? Ja, weet ik dus niet meer. De shake was geen speculoos, maar speculaas smaak. En dat was dus heel erg kaneelachtig. Volgens mij heb ik het al verteld. Sorry. Sorry lieve meisjes. In ieder geval, ik ga voor vanavond even een salade maken. Dat vind ik lekker makkelijk. Dus ik ga eitjes koken. Ik heb hier het snijwerk al gedaan. En dan komt er zo nog appetine light op, het eitje en dan zo'n kipkrokant schnitzel. En dat gaat het dan voor nu eventjes zijn. Tim is nog even bij zijn vader, dus die komt zo ook thuis. En dan kunnen we lekker gaan eten. Pot. Huilen slot echt. Ik krijg het niet weg. Ik moet echt even gaan doen. Ik weet niet hoe ik kom of dat. Nou, ik ga vanavond aan de edit beginnen. Ik was ook klaar met editen van tenminste het knippen van mijn productenvideo. Dus die moet ik alleen nog even editen. Maar ik ben best wel lang bezig met die scores erin zetten. En ik wou hem eigenlijk dus vandaag online hebben. Maar om de omstandigheden is dat me dus eventjes niet gelukt. Dus dat die komt volgende week ergens. Dat beloof ik jullie. En voor nu even sorry. Er komt echt veel meer duidelijkheid, maar nu eventjes nog niet. Ik heb er zelf echt een hekel aan, maar het is vrij duidelijk dat het niet helemaal lekker gaat. En ook aan de beelden, dus ik moet er wel even iets over zeggen. Maar de details, dat komt later. En ja, ik ga nu even het eten afmaken. Laat ze ook even zien hoe fantastisch mijn salade eruit ziet. Alsof Tim zeg maar op uitzending is geweest en heel lang weg was. Zitten ze hoor te wachten. Tadaa! Ligt hier een eitje onder, maar ui ben ik vergeten. Maar goed. Hey, maar we kunnen ook met z'n drieën, hè? Dat gaat makkelijk. Ja! Heb jij nou een broek aan? Oh ja, ze hebben een broek aan. Nee, wacht even. Hey. Tegen de rand! Aan de kant. Even. Klaar voor de start! Af! Oh, 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 oh. Klaar voor de start. Ik ben ook blij. Af!
Lieve mensjes, jullie hebben heel veel geluk dat ik de donderdag super veel gefilmd had, waardoor het gewoon echt nog steeds een hele lange vlog is. Want zaterdag en zondag gaan niet helemaal ergens over. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar help je mij enorm mee. Doe even dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende. Doei lieve mensen.